Je zit in de klas te luisteren naar de uitleg van de leerkracht. Je begrijpt het niet helemaal, maar iedereen in de klas lijkt het makkelijk te vinden. Je wordt er onzeker van. Het liefst wil je een vraag stellen, maar dat is vast een domme vraag. Je steekt dus maar niet je vinger op. Thuis moet je leren voor je toets. Je raakt in de stress, want ook nu begrijp je het niet. 'S Nachts slaap je slecht, omdat je ligt te piekeren of je je toets wel zal gaan halen. Herken je dit? Zo werkt het. Bij alles wat er gebeurt, denken we iets. Dat gebeurt automatisch en supersnel. Vaak is het een gedachte die je gewend bent bij die specifieke situatie. Door de gedachte die je hebt, voel je iets. Het gevoel bepaalt vervolgens wat we gaan doen. Bijvoorbeeld, je loopt op straat en komt iemand tegen met een hond. De ene persoon houdt heel erg van honden en stopt om de hond te aaien. En loopt vervolgens met een blij gevoel verder. Een ander is bang voor honden, omdat een hond ooit heel hard tegen hem heeft geblaft. Hij voelt direct deze angst en neemt een omweg om maar niet langs de hond te hoeven lopen. Je maakt dus eigenlijk zelf je gevoel. Als je je gedachten verandert, dan verandert je gevoel vanzelf ook en reageer je anders. Merk jij dat jij ook vaak negatieve gedachten hebt die invloed hebben op je gevoel en gedrag? Bespreek dit met je revalidatiearts of een van je andere behandelaren. En samen kunnen jullie kijken of de psychologen bij Basalt jou hierbij kunnen helpen.